zaterdag 4 april en wij zijn op berenjacht. Herken je dat? Berenjacht, hè? Berenjacht. Ja. En heerlijk weer. Ik heb me eigenlijk gewoon te warm aangekleed. Maar even een rondje door de wijk en dan gaan we zo weer terug. Even beren spotten. 10 april en we zijn begonnen met de tuin leeg te halen. Dat is vorige week. Ach, heb je last van jou? Ja. Is echt last van? Ja, een beetje zand in de ogen, hè? Doe mij vrij bekend, dus jouw vrij bekend. Ik moet zo met jij. En we gaan zo meteen alles wegbrengen en dan is het in ieder geval weg. En dan stapje voor stapje, fase voor fase, proberen de tuin een beetje te moderniseren. Meerjarenplan, dat wel. Maar ook hier is langs geweest, heeft hij nog een plan voor ons gemaakt. Dus we zijn geïnspireerd geraakt. Toch, Jax? Zeker, wel zin in. Er moet veel gebeuren. Ga maar zoeken. Ah, dat emmertje is echt schattig. Dat tasje. Oh, die ziet ze nooit. Ah, jawel. Nee, alleen hier. Alleen hier. Ja. Oh, ja. Yeah. Kom maar, zou oma het emmertje even goed doen? Kom maar. Nou, verder zoeken. Gevonden. Wauw, heb je dat zoveel? Hé, hey, lieve. Ik heb zoveel. Je hebt al veel gevonden. Zijn er nog meer? 15 april alweer. En we zitten alweer een aantal weken in de coronacrisis. En zo worden verjaardagen tegenwoordig gevierd. Zie, en dan hier staat 3 keer toeteren voor Laura aan 10-jarig. En jij kan me voorstellen dat het ook echt ook niet leuk is. Je feestjes, je vrienden niet zien. Ik vind het al wat. Morgen hebben we een belafspraak met de meiden. Dat we in ieder geval weer even bij kunnen kletsen. Ik merk nu wel dat het is nu 4 weken of zo. Dat mensen het toch wel pittig beginnen te vinden. Al is het al dat je kinderen thuis hebt. Lesgeven, daarnaast werken. Nu is dit mijn verlof, dus ja, voor mij is het nog wel te doen. Al is Kendra wel heel, heel aanwezig. Dus die heeft ook wel, die weet volgens mij ook wel dat er iets niet helemaal klopt. Maar goed. Over, als ze zijn, over 2 weken worden meer. Hoe het gaat en de maatregelen. Hey Jax, wat is er gebeurd? Lekker rijden. Nee, Tal. Die zijn anti-lekbanden. Ja, het waren anti-lekbanden, toch? Ik kon niet lek gaan. Toch heeft Jacco het voor elkaar dat hij lek is.
En wat gebeurt er nu? Wat is de volgende actie? Materiaal halen. Ja. Goedemorgen, het is 22 april, uurtje van half 10. En we zijn bellen aan het blazen, wil ik niet zeggen, want ze is meer aan het smijten. En zij besloot een stuk of 4-5 keer uit bed te komen vannacht. Heb je een baby dat doorslaapt en dan besluit je kleine peuter niet meer te gaan slapen s'nachts. Dat doet ze dus al een paar keer. Dus dat is wel, wel heavy. Toch, Kendra? Jij slaapt s'nachts niet meer, hè? Nee, ik ben bed geklommen. Ja, uit bed geklommen, ja. Zo stelt ze zich tegenwoordig ook voor. Dan zegt ze, ik ben Kendra. Kenga. En ik ben uit bed geklommen. Dat zegt ze eigenlijk tegen iedereen die langskomt. Kenga, uit bed geklommen. Dat ze gewoon echt stoer vindt. Wat mama vindt iets minder stoer. En daarom gaat ze vanavond gezellig weer naar opa en oma. Is de beste nieuws ever. Dat de basisschool en de kinderopvang weer open gaat. En dan heb ik zelfs nog verlof over hoe nagaan. Nou, ik heb echt respect voor de mensen die daarnaast ook nog werken. Oh my lord. Maar goed. Wij hebben gewoon een heel intens kind. En dat is heel gezellig. En het is ook heel grappig. Maar wel heel intens. Dus overal, welke emotie ook, dan zet je gewoon intens voor. Intens verdrietig, intens gelukkig, intens boos, intens gelukkig, lief. Maar wel heel intens. Dus daarom hebben we nu ook een boek aangeschaft, tenminste Jacco. Omgaan met temperamentvolle kinderen. En dan heb je Alexa. En Alexa is eigenlijk 180 graden anders met wat we tot nu toe zien. Dat is wel... bijzonder. Wel leuk, maar wel bijzonder. Hé, Kendra, gaat goed? Wat ben je aan het doen? Laat me zien dan. Laat me zien wat je kan. Laat me zien. Ga maar. Goed zo. Ja, hè? Ja. Nou, dan gaan we weer. Hallo, met achter. Het is goed in de gaten. Ja. We komen gewoon even Alexa hoor je zeggen. Op afstand zo. Ik heb een afstand mooi zeggen. Ja. Ik heb de kleine nog niet eens. Nee, snap ik. Ik kan maar even langs. Ja. Maar zeg maar, ze slaapt. Hallo, oma. Mooi ding, hè? Mooi ding is het, ja. Hè? Ja, de volgende van leuk vertellen. Ja. De grote familie zo, hè? Met Henrike straks ook. Oh, Henrike ook nog, hè? Nou, hè? Koningsdag 2020. En we zitten in de tuin, dus weet je het anders dan vorig jaar dat we Mallorca zijn. Maar kijk eens. Heel zwemparadijs. Onze tuin heeft het aardig op zijn gat, want daar gaan we mee aan de slag. Toch, Jack? Nee. Want ja, kan anders ook niet zo heel veel. We zouden volgende week op vakantie gaan. Maar ja, dat weet je inmiddels dat toch natuurlijk niet doorgaat. Maar zo is het ook goed vertoeven. Plaatje voor 2023. En een aperolletje erbij. Proost op de koning. En zak lekker barbecuen. Prima. Yes, boningsdag. Hey, Kendra.
Vind je het leuk? Ja? Glijbaantje. Wat zeg je? Zwembad, hè? Bijna mei en we gaan op de valreep van april gaan we nog even shoppen bij Unimoon. Private shopping. Niaks. Ja, mag wel toch? Deze is ook mee. Het hele gezin, maar dat is coronaproof, want dan de winkel wordt afgesloten. En dan mogen we lekker even shoppen op ons gemak met de kids. Ik kan kijken wat die andere kids is. Zo daar. Zo snel kan het gaan, hè? Nu ben je alweer zo kwijt. Dus we gaan even wat dingetjes, leuke dingetjes uitzoeken en kijken wat, of er nog iets leuks ligt. Vast wel. Ik had al een lijstje gemaakt. Dat weet hij nog niet. Ik heb wel gevraagd of hij zijn portemonnee mee wil nemen. Zo ben ik ook wel weer. Kijk, en daar heb je ook centjes mee? Dat vind ik als een ja. Nou, we gaan shoppen. Ze kan eerder naar huis naar deze shopping. Nou, hey, dit kan dicht. We zijn geweest. Omzet is binnen. Dit kan dicht. Een mooie vlag, hé, Kendra. Hou maar vast, Kendra. Mag je vasthouden? Zwaar. Hey, bedankt, Maaike. Ja, private shopping. Doei. Hey, adios.